vond hem ook heerlijk. Ja, heel stoker, lekker stevig. Heerlijk erop. Ja, vond ik ook. Eigenlijk, ja, ik heb vandaag geproefd, maar ik vond het ook echt lekker. Ja. Ik heb al die duizen erop. Maar ik vind het voldoende echt wel lekker. Ja. Ja, ik heb hard gewerkt, maar toen dus ik ben een beetje krippenmak. Ik ga van niks. Krippenmak. Even kijken. Ik zal hem even uitzetten, want... We gaan beginnen. Het is, ik denk, nog een paar seconden voordat het 8 uur is. Dus allemaal welkom. Fijn dat we er allemaal weer zijn. Ook Maarten, dat jij er weer bent. Hè? We hebben ook Ria gedacht in onze gebeden. Dat het maar goed en gesterkt mag worden door Gods genade. Ja? En we gaan vanavond weer gewoon verder met de brief van Jacobus aan de 12 stammen. Hè? Niet het lichaam van Christus. Ga met me mee naar Jacobus. Jacobus, zijn we de vorige keer gebleven. Dat heb ik als onderwerp toegegeven. Er is maar één godsdienst in deze wereld. Tussen al die godsdiensten die er zijn. En dat was voor de bedeling der genade. Was dat de dienst die God aan Israël heeft gegeven. In Romeinen 9, dat heb ik toen vergeten te lezen. Maar dan zegt hij ook... Hun zijn de beloftenissen en de dienst van God. Ja? En dat was de tempeldienst met de offers en dergelijke. En die heeft God aan één volk gegeven, dat is Israël. En dat is het zometeen straks ook weer. En wat is dat nu? Nu niet Israël, maar wij zijn de tempel van God en wij dienen God in de geest. Dus we hebben nu een tempel die waar God ook woont in deze wereld en die ook gediend wordt door zijn gelovigen. Maar dat is een universeel lichaam van Christus, Joden en Heiden in één lichaam. En allemaal levende stenen van een levende tempel. Dat is nu in deze tijd zo. Goed. Oké, we gaan verder. We zijn in vers 27, 26. Ik lees eventjes. De hele context, hè, dat vanaf vers 18, dat hij spreekt over dat ze zijn gebaard door het woord der waarheid. En dat ze zich ook... opdat zij zouden zijn als eerstelingen zijn en schepselen. Vers 21, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Zalig van een verkeerde wandel, ja, maar een godzaliglijk leven. En vooral bij Jacobus en Israël sowieso, in het Oude Testament ook. Het is altijd een geloven en doen. Het is door Paulus dat wij nu begrijpen... hoe God in het verleden de gelovigen rechtvaardigde, dus zeg maar de Jood ook met de tempeldienst. Hij wist niet beter dat als hij geloofde, dan hij deed gewoon wat de wet zei, want anders kwam hij onder de vloek. Dus als je gelooft, deed het ook. En het is nu precies andersom. Wij weten, nee, wij worden om niet gerechtvaardigd door het geloof. En Paulus heeft het geopenbaard, dus vanzelfsprekend kon daarom ook het geloof niet echt niet zonder de werken. Maar uiteindelijk was het natuurlijk toch het geloof waardoor ze gerechtvaardigd werden. Maar het is alleen door de apostel Paulus geopenbaard. Daarvoor wist echt helemaal niemand dat. Nou, en in de grote verdrukking straks ook in de toekomst met Israël is het ook weer een geloven en doen. Ja, wij hebben natuurlijk ook geloven en doen. Maar omdat het is ook een zichtbaar, letterlijk, koninkrijk hier op aarde. Ja? Wat wij doen, wij doen dingen wel in praktijk natuurlijk. Gemotiveerd door wat God in zijn woord zegt. Maar veel dingen zijn ook gewoon geestelijk. Nou, kijk hier, dus vers 22 zei daders des woords. Dus niet alleen hoorders, maar daders. En uzelf met valse overleggingen bedriegen. Dus hou jezelf niet voor de gek.
Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is. Dus inziet net zoals een spiegel, maar niet alleen zien. En daarbij blijft deze geen vergetelijkheid. Dus ja, je kan het mooi vergelijken. Je ziet in de Bijbel en daarbij blijft. Dus niet even lezen en hup, dan gaat hij. Daarbij blijft. Lezen, niet alleen om het lezen, maar ook wat zegt God tegen mij. Wat wil hij dat ik doe? Dat is daarbij blijven. Dus dat is net zoals Paulus zegt, dat het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Nou, hoe kan dat? Als je zijn woord ook leest, dus je daarin blijft. Nou, dan geen vergetelijk hoorder geworden zijnde. Ja, dat is ook als ik erover nadenk. Mensen zeggen wel eens, joh, dat je die tekst allemaal weet, ja? Ik heb nooit een tekst uit mijn hoofd geleerd. Eigenlijk nooit. Ik heb ze gewoon eigenlijk onthouden, omdat ik gewoon de Bijbel veel las. Ja, en als je dat regelmatig doet, dus daarbij blijft, dan ga je ook steeds meer begrijpen of onthouden waar teksten staan. Hè? Of dat je ze weet te vinden. Ja? Je hoeft niet altijd precies te zeggen, ja, dat staat in 1 Timotheus 3 zoveel zoveel. Maar dat je het ook dat je het zo weet te vinden waar het staat. En dan zie je, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks. Deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit doen. Dus niet gered, want dat is hij al, maar gelukzalig in dit doen. Dat heeft met zijn, ja, met zijn handel en wandel te maken. De gehoorzaamheid des geloofs, zeg ik altijd maar. En dan ben je gelukzalig, ja, of ben je gelukkig. Ja? Geluk heb je dan, niet toevallig, maar een gevolg van het gehoorzaamheid aan het woord. Nou, en dan zegt hij, indien iemand onder u, ja, onder jullie van de 12 stammen in de verstrooiing, dunkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. Dus als je denkt God zo te dienen, ja, want godsdienst, het woord zegt het, godsdienst. Dus je denkt God zo te dienen, God met een grote letter, ja, dat is een ijdele godsdienst. Ja, ik moet toch elke keer ook denken natuurlijk, elke keer ook vergelijken met hoe wij in de bedeling der genade leven, ja. En daar zie je toch, ja, je ziet niet alleen verschillen, maar ook heel veel overeenkomsten met wat de besnijdenisbrieven lezen. Want ja, hoeveel mensen denken nu ook dat ze God dienen, ja. En dan weet je, ja joh, de godsdienst is ijdel. Ja? Alles wat afwijkt van apostel Paulus is een ijdele godsdienst, is een ijdel dienen van God. Dat is precies hetzelfde nu. En dan verleid je je hart. Nou, en dan zegt hij, nee, de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader, daar gaat het om, hè? Niet wat ik vind hoe ik God moet dienen. Nee, dat staat hier voor God en de Vader. Is deze wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van deze wereld. Nou, dat is dus het tegenovergestelde van de dienst, de godsdienst, ja, die dat ook zegt te zijn, van de antichrist. Dus de zuivere, onbevlekte godsdienst voor God is wat je hier ziet staan. Er staat niet van, Christus stierf voor je zonde en je moet dit, zoals Paulus aan ons schrijft. Hij zegt, nee, wezen we en weduwe bezoeken in hun verdrukking. En jezelf onbesmet bewaren van deze wereld. Dat is de zuivere, onbevlekte godsdienst voor God. Dat is eigenlijk een beetje simpel, als je die zo leest. Er staan eigenlijk maar 3 dingen in, toch? Maar het heeft natuurlijk, het staat daar niet zomaar, dat heeft wel ergens mee te maken. Want waar hebben we mee te maken? Dat de kleine kudde leeft in een tijd dat er ook een godsdienst is. Ja, met 1 godsdienst. Waar de wereld ook nu naar verlangt natuurlijk. Hè? Of alle godsdiensten zullen zich onderwerpen aan die ene die daar aan het hoofd staat. En ze zullen die ook allemaal aanhangen en aanbidden zelfs. Dus, en dan heb je zo'n groepje die dat niet doet. Ja? En die wordt eruit gepikt en vervolgd natuurlijk. Nou, waarom zegt hij dan
De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader. Die staat tegenover de onzuivere en bevlekte godsdienst. Dat is wat in de wereld is. Maar zij is dat ze weduwe en wezen zullen bezoeken. Waarom weduwe in de grote verdrukking? He? Als we daarover spreken. En wezen. Nou, ik zei het, gaf het net al een beetje aan. We weten uiteindelijk, aan het eind, nou je ziet in de openbaring ook, dat men het merkteken zal ontvangen. En als je het merkteken ontvangt, dan zal je niet kunnen kopen en verkopen. En dan word je vervolgd, dan word je gedood. He? Of je komt om. En je wordt ook, er zullen vele zielen onthoofd worden. Waarom? Vanwege het getuigenis van Jezus. Nou ja, tuurlijk, iedereen, de kleine kudde bestaat uit mannen en vrouwen en kinderen. Maar we zien ook heel veel natuurlijk dat, ja, dat zag je in de oorlog hier natuurlijk ook, dat hoeveel vrouwen ook niet alleen achter zijn gebleven, omdat de mannen werden afgevoerd. Ja, dat zie je in eerste instantie, dat zie je nu nog steeds vaak, ja, dat vrouwen alleen achterblijven met de kinderen, omdat de man opgepakt wordt. Dus dat zal niet altijd alleen zo zijn, zeker niet. Want je ziet ook dat Paulus in de Handelingen, wat deed hij als een vrouwen en kinderen, die liet hij ook opsluiten. Ja? Maar goed, de mannen die lopen in die zin natuurlijk toch vaker een gevaar dat zij weg en dat de rest thuis blijft. Maar, dus het zullen situaties zijn, maar sowieso, er zullen meer weduwen en wezen zijn als gevolg van de omstandigheid waarin de kleine kudde verkeert. Dat is een ding wat zeker is. Je ziet ook Stefanus bijvoorbeeld. Er staat niet Stefanus en zijn vrouw en zijn kinderen. Stefanus werd gepakt. Omdat hij was daar de vertolker van. Ja, en nou, zo zal het dan. Zo moet je dat een beetje zien. Nou, kijk bij mij mee in Matteüs 23, vers 14. Dus daarom zien wij dit staan. En weduwe en wezen hebben altijd een belangrijke plaats gehad bij God. Ja, want je ziet het in de Bijbel meermalen genoemd. Maar ik wil ook even kijken naar die bevlekte godsdienst. Ja, die toen er was, Matteüs 23, vers 14. Die eigenlijk, nou eigenlijk, de Heer Jezus zegt ook natuurlijk dat zij zijn kinderen van de duivel. Ja, ook in Israël. De Farizeeërs. Ze hebben tenslotte Christus aan het kruis laten slaan. Dat is omdat dat is geïnspireerd door Satan natuurlijk. Maar als je kijkt in vers 14, en dan hoop ik dat je de Statenvertaling hebt. Wee u gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwe op, en dat onder de schijn van lang te bidden, daarom zult gij te zwaar de oordeel ontvangen. Wie dit vers niet in zijn Bijbel heeft staan, heeft een katholieke Bijbel. Ja? Ja, dat vers is uit de katholieke Bijbel weggehaald. Het staat er gewoon niet in. Want weten, ik weet ook wel dat ik in die kerk kwam voor het eerst, dat ik ook hoorde dat er voor doden gebeden werd en die waren al jaren dood. Die weduwen werden belast met geld. Daar betaal je voor. En dan word je genoemd. Nou, dat zie je hier dus staan, hè? Dus de katholieke kerk heeft dat vers natuurlijk eruit. Maar denk erom, ik zeg, die heeft de katholieke Bijbel. Dat bedoel ik echt niet alleen dat je dan de Willibrordvertaling hebt. Als je de Groot Nieuwsbijbel, de Taylor's Bijbel, de Nieuwe Bijbelvertaling, de Willibrordvertaling hebt, dan is het allemaal uit weggelaten. En dan heb je de NBG, dan staat het tussen haken. Nee, dan staat het schuin gedrukt. Ja, met andere woorden, ja, dat is het toegevoegd. Ja? Dus ja, dan zie je dat die vertaling, al die nieuwe vertalingen, zijn in feite allemaal katholieke vertalingen. Maar wij hebben de Statenvertaling. En je ziet hier dus dat de huizen der weduwe werden opgegeten. Ja? Dus daar werden de weduwe ook al misbruikt door de religieuze leiders. Nou, dan gaan we mee even naar Jesaja 1 vers 23. Jesaja 1 vers 23. En Jesaja 1, dat gaat over Israël, dat is ziek, ze zitten onder de builende zweren en ze zijn ziek en ze moeten genezen worden. En dan zie je ook weer, door zijn striemen is ons genezing geworden. Want dan weet je gelijk wat Petrus bedoelt, Israël was ziek. Ja? En door het kruis zijn ze, ja, hij stierf ook voor hun zonde, zijn ze genezen. Dat wil zeggen, ze zijn niet ziek meer van de afvalligheid en dat ze een zondig geslacht waren. Maar wij gaan naar 1 vers 23. Het oordeel over Jeruzalem staat er bij mij boven en daar gaat het ook over. Nou, dat is niet best, hè? Want het staat in vers 21 dat het is een hoer geworden, die getrouwe stad. Dus wat wil dat zeggen? Overspel met vreemde goden.
Ze was vol gerechtigheid, herbergen daarin, maar nu doodslagers. Dat is de toekomst waar Jesaja over spreekt nu. Uw zilver is geworden tot schuim, uw wijn is vermengd met water. Maar dan, uw vorsten zijn afvalligen, dus uw leiders ja, zijn afvalligen. En metgezellen der dieven. Spreken we hier over religieuze leiders, ja? En denk maar niet dat dat nu niet zo is. Achter de hoge muren van het Vaticaan en in andere religieuze kringen. Zowel in het islam of boeddhisme. Overal is het hetzelfde. Overal is gekonkel, eer, macht en geld. En je ziet het met gezellen der dieven. Nou, lees maar in de geschiedenisboeken. Wat religie heeft uitgesproken. Ja? En ook gebruik maakt van dieven. En ieder van hen heeft de geschenken lief. En zij jagen de vergeldingen na. De wees doen zij geen recht. En de twistzaak, de weduwe, komt voor hen niet. Dat wil zeggen, de rechtszaak komt voor hen niet. Daar kijken ze helemaal niet om. Interesseert ze niet. En in Gods ogen is dat een hele slechte zaak. En dat is de situatie ook al in Israël toen, toen Jesaja het schreef. Maar hij schreef ook hierover, over profetisch. Kijk, ook in Jesaja 10, vers 2. Nou ja, in vers 1 spreekt hij over degene. Wee, hè? Wee degene. Paulus zegt ook, wee mij als ik het niet verkondig. Ja? Wee is nooit positief in de Bijbel. Wee, ja, in de engelen zeggen ook wee, wee, wee in openbaring als ze daar rondvliegen. En dan is het slecht nieuws. Wee degene die ongerechte inzettingen inzetten en de schrijvers die moeite voortschrijven. Om de armen van het recht af te wenden en om het recht der ellendigen, dat zijn de armen, mij is volks te roven. Zie je, dat is gewoon klassejustitie. Ja? Opdat de weduwen hun buit worden en opdat zij de wezen mogen plunderen. Nou, dat lazen we in Matteüs 23 in feite ook, ja, wat er staat. En we zien het nog steeds gebeuren. Wat dat betreft is er ook weer niks nieuws onder de zon, zoals Salomo al zei in Prediker. Maar hoe moet het dan? Kijk in Jesaja 58. Jesaja 58, dezelfde schrijver. In hetzelfde boek zegt dan in Jesaja 58... Vers 5. En het stukje gaat, vind ik wel mooi, de boven staat schijnvroomheid. Het is een mooi stukje over religie, dit stukje, dat hoofdstuk. Maar kijk, in vers 5 zou het zulk een vaste zijn dat ik verkiezen zou dat de mens zijn ziel een dag kwellen, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een biezen en een zak en as onder zich spreiden. Zou gij dat een vaste heten en een dag des Heeren aangenaam? Kijk, dat zijn die mooie uitwindige dingen. Ja, vast en dan weet je, dat doen ze dan niet in het verborgen, maar dat moet iedereen zien. Ja? En zo is het met de werken van de religieuze mensen allemaal. Kijk eens wat ik allemaal voor de Heerde doe. En God, die ziet dat en die zegt ja. Aan de buitenkant, oké, maar wat staat in werkelijkheid, in vers 6, zegt hij nee, is niet dit het vaste dat ik verkies? En dan komt er, dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks en dat gij vrij loslaat de verpletterden en alle juk verscheurt, is het niet dat gij de hongerigen uw brood mededeelt en de arme verdrevenen in hun huis brengt? Als gij een naakte ziet dat gij hem dekt en dat gij voor uw vlees niet verbergt. Ik zit even te lezen. Oh ja, dan gaat nog een stukje door. Ik moet naar vers 10. Je ziet allemaal praktische dingen, ja, waar Jacobus ook over spreekt. Want dat is in de toekomst het geval, in de grote verdrukking. En Jacobus spreekt hierover in de vers 10. En zo gij uw ziel opent voor de hongerige en de bedrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. Nou, ik zocht eigenlijk iets met die weduwe en de wezen, maar goed. Dan zie ik hier niet staan. Dus ik heb dat. Maar goed, dit zie je toch die werken die ze zullen moeten doen. Alleen ik heb. Nou ja, oké. Maar goed,
dan zie je, dat is wel de ware godsdienst, dat de armen herdacht moeten worden als gevolg van de situatie van de verdrukking waar ze in verkeren. Nou, ja, het moet er ergens staan. Maar goed, het valt er in ieder geval wel onder. We gaan gauw naar Handelingen 6. Want ik loop de geschiedenis even door met Israël. We zijn in Matteüs geweest. En dan zie je in Handelingen 6 ook iets staan. En dat is dan eenmaal de tijd waar Israël op wacht. De Heilige Geest is uitgestort, het Nieuwe Verbond. Het Koninkrijk gaat komen. En we zien hier de kleine kudde die groter en groter gaat worden. En in verwachting leeft dat het Koninkrijk gaat komen. Want ze weten, de Messias, ja, die is gekruisigd en die is opgestaan. En die komt terug. De Messias is er, daar hoeven we niet meer op te wachten. Die komt. En ze hebben alles gemeen. En in 6 vers 1... En in dezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, zie je, het groeit nog steeds, ontstond een murmuring der Grieken, dat zijn de Griekse Joden, tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. Zie je het? Het schijnt op een of andere manier toch gauw in de menselijke natuur besloten te zitten, dat men de weduwe over het hoofd ziet. En in Gods ogen is dat een belangrijk iets, hè? Dat, dat daar juist acht op gegeven wordt. Want wie kan voor hun zorgen? Ja? Ze moeten ook eten en drinken. En de 12 riepen de menigte der discipelen bij zich en zeiden: kijk, het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Ziet dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben, vol des Heilige Geestes en de wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige, kijk, over deze nodige zaak. Het is een zaak die nodig is. En wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. Nou, en dan zie je dus dat ze een aantal aanstellen. En de discipelen, ja, kijk, het woord, hij zegt het woord Gods nalaten, het woord moest ook uitgebreid gepreekt, maar ook nog geschreven worden. De evangelie bijvoorbeeld. En dan zie je dus dat daar taken verdeeld gaan worden, zoals we dat nu eigenlijk ook nog steeds doen. Ik ben blij, ik zei het toevallig net nog toen Maarten binnenkwam. Ja, Maarten kon zondag natuurlijk niet vanwege Ria. Gelukkig gaat het nou wat beter, weer terug in het ziekenhuis. Maar ik zei, ja, mijn hulp is er niet. Ik merk het gelijk. Ja, omdat, ja, dat scheelt zoveel dat je dan toch met het woord bezig kan zijn als de taak op die manier verdeeld wordt. Dat is heel bijbels gegeven. Je ziet het hier gewoon in praktijk. Nou, de weduwe, die werden dus in de bediening, in de dagelijkse bediening verzuimd. Dus dan zie je dat ze dat organiseren om dat alsnog recht te zetten. Want dat is Gods wil, ja. Kijk maar mee in Jacobus 2, vers 15 en 16. Nou, daar zegt hij dat dus. En dan, voordat we daarheen gaan, wandelen we nog even langs 1 Timotheüs 5, vers 16. En daar heb ik het zondag ook even nog wat aangestipt, maar dan zie je het bij ons. Het is niet echt een kwestie van een bedeling. Wel dat ze bijvoorbeeld arm zijn, hè, vanwege het merkteken. En dat er veel weduwen en wezen zijn in die tijd. Maar het is sowieso in principe een belangrijk punt bij God, ja, in alle tijden. Want kijk, hier bij ons ook. 1 Timotheüs 5, 16. Zo enig gelovige man of gelovige vrouw weduwe heeft, dat die haar genoegzame hulp doet. En dat de gemeente, kijk, niet bezwaard worden, opdat zij degene die waarlijk weduwe zijn, genoegzame hulp doen mogen. Dus de gemeente, daar zie je ook maar weer, daar hebben we het wel eens over gehad, familie, die moet je niet laten vallen. Die staat op de, nou ja, hoe zal ik het zeggen? Op de eerste plaats zijn je bloedverwanten. Ja? Je vader, je moeder, je broers, zussen. En je weet maar nooit of jij ze hun nodig hebt of andersom. Maar de Bijbel zegt, als jij dus weduwe hebt, hè, ik heb ook een schoonmoeder, die is weduwe. Nou, Paulus zegt ook duidelijk dat wij moeten vergelding doen aan onze ouders. Dat is een hele belangrijke motivatie. Maar stel je voor, als je een weduwe alleen hebt, zonder familie, geen kinderen, niemand die voor haar kan zorgen. Een gelovige vrouw, onder de voorwaarde wel dat ze dan 60 is en dat ze de heilige de voeten heeft gewassen. Dus echt een getrouwe weduwe. Dan
neemt de gemeente die zorg over. Maar je ziet ook hier weer, hè, een heel stukje, want niet alleen dit vers, gaat over weduwen. Ja? Dus hoe belangrijk dat in Gods ogen is, dat wij weduwen verzorgen. Belangrijk. Nou, oké, dan gaan we nu weer verder naar Jacobus. En ja, als je dan zegt, dat is dus de zuivere onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Dus die weduwe wezen bezoeken, maar ook in hun verdrukking, ja. En zichzelf onbesmet bewaren van deze wereld. Ja, wat moet je daar nou bij opvatten? Onbesmet bewaren. Zeker dan over vleeselijke lusten. Onbesmet bewaren van deze wereld. Nou, Paulus zegt ook, wat is nou de wortel van alle kwaad in deze wereld? Geld, ja. En als je kijkt in de context, gaat het ook over de besmette, de bevlekte en de onzuivere godsdienst tegenover de zuivere, onbevlekte godsdienst. Nou, religie, dat heeft natuurlijk te maken dat mensen gebonden worden, ja, en dat de mensen dus last opgelegd worden, en dat ze natuurlijk, ja, geld, dat is een geldcircus, ja. Ik zeg het misschien wel een beetje cru, maar het is wel zo. Dus, ik bedoel, waar je ook kijkt, het heeft allemaal met heel veel geld te maken. En dat zie je ook aan de protestanten kerken, aan de gebouwen en wat er allemaal aan orgels en weet ik het al. Dat zie je aan de katholieke kerk met alle gewaden en de gebouwen en wat daar aan de vergeving der zonden schenken aan de mensen. Je kon dat afkopen, hè, de aflaten, dus wat daar gigantisch wel aan verdiend is. Dus onbesmet bewaren van deze wereld, als ik kijk echt dienen van God, ja, in de geest of onder de wet, dat men in het vlees komt, dan zie je toch vaak dat het moeilijk is voor mensen om jezelf onbesmet te bewaren van de wereld. Ik las pas een keer, of iemand die zei het een keer, hij zegt ja, dat was ook een bepaalde richting, vrij zwaar. Hij zegt, maar buiten zijn alleen maar Mercedes, Audi's, allemaal het duurste van het duurste. En dan kom ik ook wel eens bij mensen thuis en dan zie ik ook qua inrichting allemaal het duurste van het duurste. Dus iets... hoe heet dat woord nou? Wat kan fijn gebruiken? Soberheid. Belangrijk. Maar als jij soberheid opgedragen krijgt, probeer jij maar sober te blijven. Ja? Dat is onder de wet. Als jij iets moet weten, de wet. Ja, wat doet die? Zonde kennen. Dan zie je gewoon dat het averechts werkt. En dat zie ik zelf in mijn eigen praktijk ook vaak. Niet dat ik daar vreemd van ben, want we hebben allemaal ook de zonde van natuur, ja, maar wij hebben wel de genade. Daarom is genade ook een ramp voor de economie. De wet is geen ramp voor de economie. Nee. Mensen vonden de wet die... Nee, helemaal niet. Helemaal niet, dat gaat juist goed. Maar genade, nou ja, ik bedoel... Wat nu gebeurt is in feite... Waarvan ik ook altijd gezegd heb... Ja, het is al bespottelijk dat iedereen maar elke keer maar nieuwe keukens... En nieuwe grote vloeren koopt. En dat, ik bedoel, ja, als gelovige geef ik het eigenlijk helemaal niks meer om. Maar ja, aan de andere kant teken je wel doodsvonden, zoals er staat ook dat systeem. We zien nu even wat er gebeurt. Ja? En er klopt een heleboel in elkaar, want het draait op de begeerte van de mens. Het draait op de hebzucht. Ik heb vandaag ook een nieuwe machine, noodgedwongen, moeten kopen. Want de schade was zeg maar 2500 euro en de machine kostte 500. Maar ja, hij was al... Nou, ik denk dat hij misschien, ik ben zuinig om mijn spullen, misschien dat hij wel bijna 20 jaar oud was. Of iets jonger. Ja, wat is dan de overweging? Weer, hij was een tijdje geleden al gerepareerd. Nou ja, gooi dan maar weg. En dan staat er weer een nieuwe, weet je wel? En zo gaat dat. Nu kon het niet anders, maar met een leuke aanbieding erbij, weet je wel, dan wordt het allemaal nog aantrekkelijker gemaakt. Om dan toch, want je krijgt ook nog die radio erbij, krijgt dat er nog bij. Oké, dan heb ik maar over zo'n bedrag voor een zaak, ja. Maar ik bedoel, het geeft me aan, ja, zo werkt dat gewoon. Nou, kijk, onbesmet bewaren, jezelf bewaren van de wereld. We staan er natuurlijk allemaal open voor. Maar kijk, religie is juist geldgierig. Kijk in Lucas 16, vers 14. Lucas 16, vers 14. Lucas 16, vers 14.
En de Heer Jezus geeft daar een... In vers 6, hoofdstuk 16 gaat het over de rechtvaardige rentmeester. En dat gaat over niemand kan twee heren dienen. In vers 13 zie je dat staan. Hij zal of de ene haten en de ander liefhebben. Zie je het? Of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon. Nou, dat is absoluut het geval. Paulus waarschuwt hem ons daar ook voor. Juist voor, voor dat geld. Wat ze daarmee doen. Maar. Dus. Dan zie je in vers 14. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën. Kijk. Die geldgierig waren. En zij beschimpten hem. Naar aanleiding van. Wat je in vers 13 ziet staan. Ja. Zij hoorden dat. En zij waren geldgierig. En zij beschimpten hen. Dus de fariseeën. Daar staat hij gewoon. Die zijn geldgierig. Nou, als je dan verder gaat naar vers 19, dan gaat de Heer Jezus vertellen over de rijke man en de arme Lazarus. Het heeft ook zijn toekomst vervulling. Ja, maar dat gaat over de hel. En wie zit er in de hel? Dat was die rijke mens, ja. En dat die farizeeën die hoorden dat, die waren geldgierig. Nou, inderdaad, hun toekomst is ook die plek waar die rijke man ook heen gaat, ja. Ten opzichte tegenover die arme Lazarus die niks heeft. En zo zal het in de grote verdrukking ook zijn, ja. Je krijgt ook het onderscheid niet alleen tussen de kleine kudde en die de ware godsdienst aanhangen natuurlijk, met de Heer Jezus de Messias, tegenover de valse godsdienst. Maar je ziet het ook heel duidelijk, je zal het ook aan de buitenkant duidelijk zien, ja. Omdat je krijgt echt ook een verschil tussen arm en rijk, ja. Want een gelovige zal gewoon, die zal gewoon niet rijk kunnen zijn. Die zal gewoon, het zal hem alles ontnomen worden. En zo zal het gewoon zijn. En dan zijn ze afhankelijk van elkaar en ook van heidenen die hun willen helpen, ja. Rechtvaardige heidenen. En die zullen dan ook het koninkrijk ingaan. En dat is de situatie die je dan ziet, ja, in die tijd. Nou, dus, en wat dat betreft, kijk in 1 Timotheus 3 vers 3. Geldgierigheid is net zoals die weduwe en wezen, is natuurlijk ook een, ja, iets wat niet alleen dan, maar ook in de bedeling der genade geldt, ja. Ik haal ze er maar even bij, 1 Timotheus 3 vers 3. En, ja, sommige dingen corresponderen met wat ik zondags soms zeg. Maar van een 1 Timotheus 3 vers 3 zie je het dus ook staan in verband met een ouderling. Kijk, hij moet voldoen dat hij niet genegen is tot de wijn. Geen smijten, geen vuil gewin zoeken. Ook belangrijk. Maar bescheiden, geen vechter en dan niet geldgierig, zie je. Dat zijn allemaal... Ja, dingen die gewoon in ons zitten. He, dat, en een oudste mag dat niet zijn. Nou, ik heb vorige keer ook al gelezen, dat op zondag was dat, maar even, nog even snel in 6, vers 5 tot en met 10. Dan zie je dus dat Paulus spreekt over de godzaligheid waarvan men denkt dat dat een gewin is. Ja? Dus je ziet hier in de bedeende genade, ja, die tegenstellingen hebben dat natuurlijk nog steeds. Ja? De religie tegen... De ware godsdienst. Hè? Wij dienen God nu in de geest. Maar helaas, kijk in de grote verdrukking weet je gewoon. De valse godsdienst is een godsdienst van ongelovigen gewoon. Maar in deze tijd, kijk toen, dan heb je bijvoorbeeld, je hebt de kleine kudde, je hebt de ware jood en de valse jood. En maak daar maar eens onderscheid in, ja. Je kan allemaal eruit zien, hetzelfde zeggen en doen, maar wie is de ware jood? Dat is degene die gelooft dat Jezus is de Messias. Nu heb je in deze tijd de godsdienst, je hebt het christendom. Maar ja, daar heb je eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja, je kan je allemaal christen noemen, maar wie is nou de ware christen? De echte. Dat is degene die in het, niet in de gereformeerde kerk zit, of in de hervormde of wat dan ook, maar die in het lichaam van Christus zit. Ja? En dus dan kan je in een kerk zitten, en allemaal onder het plaatje christen vallen,
En er zitten misschien in die kerk, misschien zijn misschien de echte christenen en de rest zit niet daarin. Wel in dat kerkgebouw, maar niet in het ware gebouw. De levende gebouw, de tempel van de Heilige Geest, die wereldwijd het lichaam van Christus genoemd wordt. Nou, en daar zie je dus, wij hebben nu te maken ook met Gods zaligheid en dienen van God door gelovigen. Door gelovigen. En waarvan je zegt, ja, maar dat zijn, nou, we weten, hoeveel zijn er daar wel niet van? Hoeveel richtingen in Nederland al, maar wereldwijd ook in Amerika, hoeveel, ja, ik noem het toch echt, ja, godsdienst, religies zijn. Ja, het dienen van God. Alleen, niet het dienen van God zoals God het wil. Dus wat is het dan? Dan is het afgodsdienst. Het is gewoon afgodsdienst. Afgoderij. Dus dat hebben we binnen het lichaam van Christus ook. En dan zie je ook hier weer in vers 5 dat zij menen, ze zijn van de waarheid beroofd inderdaad. Dat, ze snijden het woord de waarheid niet recht. Dus hij spreekt hier over gelovigen. Ja? En die menen dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Ja? Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niets daaruit kunnen dragen. En dan zien we wat we werkelijk nodig hebben. Voedsel en deksel, daar zullen we mee vergenoegd worden. Nou, vers 9. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik. Zie je, je komt in een strik die rijk wil worden. En in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden. Nou, inderdaad, die rijk willen worden. En dan spreekt hij natuurlijk over gelovigen. In de wereld gebeurt het. We hebben stik van de rijk ook nog. Ik ben vandaag ook bij deze dame, een hele rijke mens. En daar heb ik al heel vaak gewerkt bij die mensen. En nu ook bij hun thuis. Nou, het is gewoon een landgoed met een kasteel van huis. Het is al 500 jaar oud. Hele aardige mensen. Ik mag graag voor ze werken. Ook omdat hij, goed is voor de, prijs en alles. Hij betaalt altijd goed en hij heeft nog wel eens een opdracht voor me. Dus dat is ook leuk. Maar ik zie ook wel, ja, dat is ook alles wat ze bezig gaat. Ja. Ik heb een groot reisbureau en dan. En als ik er ben, er wordt altijd is daar wat geklust wordt. Er is, dan wordt dit weer verbeterd, en dan weer dat. En dan moet dat weer groter, en dan moet dat weer mooier. En het is maar meer, meer, meer. En dat is ook wat in het hoofd zit. Ik zei het zondag al. Dat is wat je denken beheerst. Ja? En dat is. Dan kom je dus in die strik. Je zit gewoon in een strik. En Paulus waarschuwt ervoor dat wij gelovigen ook niet in die strik zullen vallen. Ja, je kan als een rijk iemand geboren zijn natuurlijk. Die kinderen, die ken ik ook. Nou, die staat een leuke erfenis te wachten daar. Dat weet ik wel. Ja, zo kan je geboren zijn en dan word je gelovig. Nou, moet je dan alles verkopen? Ja, in de grote verdrukking wel, ja. Ja. Maar in deze tijd praten we daar niet over. Maar wat Paulus wel zegt, kijk, in schadelijke begeerlijkheden, welke de mens noemt, verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. En in deze context spreek je over de geldgierigheid in de religie. Dus in het christendom hebben wij een geldgierigheid en dat is de religie. En de genade, die wijkt daarvan af. En als je dat doet, tot de mensen, welke sommige lusthebbenden, zie je, lusthebbenden, dus dat is het rijk willen worden, dan zie je wat er dan gebeurt, zijn afgedwaald van het geloof. Zie je, als je daarmee bezig bent, dan kan niet anders, dan bewerkt dat in je denk iets waardoor voor het geloof geen plaats meer is. En ik ken mensen en vrienden, ja, die deze boodschap kennen, inderdaad, maar vanwege dat geld niet in dat armzalige zaaltje bij ons komen zitten. Terwijl hij wel een kind van God is. Maar exact vanwege dit er niet toe komt om zich toch aan de waarheid te voegen. Terwijl hij weet dat dit de waarheid is. Maar dat weerhoudt hem ervan. En dan is hij afgedwaald van het geloof. En dan zichzelf met vele smarten doorstoken. En Paulus zegt dan, maar gij o mensen, vliet deze dingen, maar jaag wat anders na. Niet dat, maar gerechtigheid en godzaligheid enzovoort enzovoort. En dan zegt hij nog wel in vers 17, beveel de rijk in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. Zie je het? Nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. Maar kijk, op de levende God. Dus rijken, zie je waar je denken weer gefocust moet worden. Niet op het willen worden. Ja, als je het hebt, dan heb je het. Maar het gaat erom, ben je met lust en willen bezig? Het moet meer, meer, meer.
Maar dat zijn de rijken die bij het geloof blijven. En die vertrouwen op niet op die rijkdom, maar op de levende God. Die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat is alle dingen. Wat? Schenkt hij mij allemaal rijke dingen? Nee, geestelijke dingen. Om daarvan te genieten. En dat zij weldadig zijn, ziet, rijk wordende in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam. Dus gaarne gevende. Nou, dat is het tegenovergestelde rijk. Ja, die geeft niet zo gauw graag. En dat anderen mee te laten delen in je rijkdom. Zie je, dus Paulus zegt niet alleen, je moet niet zo. Nee, hij zegt, nee, oké. Maar hij zegt wel bij hoe je als gelovige daarmee om hoort te gaan. Dat is heel wat anders dan de grote verdrukking. Dat is uitgesloten. Je kan niet rijk zijn. Leggende voor zichzelf, nou, dan zie je het loon. Nou, terug naar Jacobus. Dus, onbesmet van deze wereld. Ja, als je geld najaagt, dan kan dat niet. Nou, dat is precies wat religie doet. En aan de buitenkant lijkt het misschien wel niet zo. Misschien allemaal heel heilig en vroom en arm. Alhoewel. Als je dat nou zo ziet, nee, helemaal niet. Het is ook helemaal niet verborgen. Kijk, maar is aan Rome wat je er allemaal ziet. Het is een en al rijkdom. De kleding, alles, alles. En waar ik vroeger kwam, nou, we moesten even bij de domino bezoeken. Nou, dat was een kasteel. Bezoek kwam, ja. Dus, maar goed. Maar hij zegt dus, onbesmet bewaren van deze wereld. En wat is nou deze wereld? Onbesmet, nou letterlijk heeft dat natuurlijk met het religieuze wereldsysteem te maken. Want daar draait het om. Men zegt nu ook wel eens, ja, al die oorlogen, dat komt gewoon door... Door al de religies. En ze hebben gelijk. Dat is ook vaak zo. Dat klopt. Die maken elkaar af. Je kijkt naar India en Pakistan. Nou, dat zijn echt geen grote vrienden van elkaar. Dat is islam tegenover het hindoeïsme. Ja? En die staan op voet van oorlog met elkaar. Als het even kan, is het zo gebeurd. En zo gaat het overal. Maar dan heb je dus... In die tijd heb je dus nog maar één wereldgodsdienst. Ja? En hij zegt onbesmet bewaren van deze wereld. Want kijk, in 1 Johannes 2, vers 16, die spreekt ook over de... Die spreekt tegen dezelfde gelovigen, ja, ook kleine kudde, in die tijd. Daar is deze brief voor. Degene die dat nog niet weten. Hè, dit zijn de besnijdenisbrieven voor in de tijd die komt als wij bij de Here zijn. Met de grote verdrukking. En wat zegt hij over de wereld? Nou, ik heb eens even gekeken, het woordje wereld. Het is opvallend. Ik heb ze niet allemaal opgeschreven hoeveel bij Paulus, maar bij Korinthe heb je wat, en bij dat en bij dat en bij dat. En de evangelie heb je, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En je hebt de brieven, Hebreeën en dan. Maar het is opvallend dat in Johannes het evangelie 57 keer het woord wereld voorkomt. Echt het wereld, de wereld. En in de eerste brief van Johannes 22 keer. Nou, en dat is het allerhoogste van alles. Er is geen schrijver waar de wereld zoveel bij gebruikt wordt. En dan denk je aan de evangelie. Nou, oké, Christus. Hè, dat gaat over Christus, hè, over God. Dat hij God is. Ja. Dat de Messias God is. Daar gaat Johannes over. Ja, tegenover de wereld. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Dat de Heer Jezus spreekt daar heel veel over de wereld. Het is hem of de wereld, ja. En de 1 Johannesbrief, die spreekt dus ook heel veel over de wereld. Kijk, in vers 15. 1 Johannes 7, vers 15. Heb de wereld niet lief. Dat wereldsysteem. Denk daar aan. Je moet denken aan welke tijd spreekt dit over. Wat voor situatie verkeerde zij. Dat is het systeem van de antichrist. En dat is een religieus, politiek, economisch systeem natuurlijk. Een politiek leider, een religieus leider. Maar uiteindelijk gaat het om het aanbidden van die antichrist. Een religie. Nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Nou, wat is dat? De 666. Je kan nou niet tegen mij zeggen, stel je voor, Helene die houdt van de wereld. En zeg je, dat is geen kind van God. Dat kan je niet zeggen. Dat is onzin. Hier, dat heeft alles te maken
Want een gelovige kan nu heel goed de wereld lief hebben hoor. Paulus zegt toch ook, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Of Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Was hij geen kind van God? Demas was een kind van God. Maar hier is het onbestaanbaar. Want al, kijk, waarom niet? Want al wat de wereld in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid. De begeerlijkheid des vlezes, dat is het vlees. En de begeerlijkheid der ogen, dat is de ziel. En de grootsheid des levens, en dat is de geest, trots. In Daniël staat ook een tekst waarin de trots zit in de geest van de mens. En dan krijg je ook inderdaad, als de Gods geest er nog eens een keer bij komt in ons, dan zie je, dan krijg je ook die strijd natuurlijk, ja. Maar dat is niet uit de Vader, maar uit de wereld. Daarom de zondige mens correspondeert ook met wat die wereld brengt. Nu ook. Want straks heb je die antichrist. Als je de Messias niet aanneemt, wat gebeurt er dan? Ja, dan hang je de antichrist aan. Want het is allemaal uit hem. Dat is het hele systeem. Het is door hem geïnspireerd, is opgezet en hij staat aan het hoofd ervan. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Dus, als je kijkt naar 3 vers 12, die kleine kudde. Over dat de eerste religieuze daad was niet zo fraai. Hè? Dat was al heel snel, in het begin al. Dat was Kain. Kain staat eigenlijk aan het hoofd van, ja, je zou kunnen zeggen Adam, die gedegen gelijk die werken, weet je wel. Met die vijgenbladeren, dat was ook gelijk een actie van goede werken doen om je schuld te verbergen. Nou, dat is nog steeds zo. Religie is werken doen om het te verbergen, te verdienen. Dat zijn je klederen der gerechtigheid. Ongerechtigheid natuurlijk. Nou, Kain, kijk, niet gelijk Kain. In vers 11, want dit is de verkondiging die gij van de begin gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. De broeders en de zusters. Nou, Kain en Abel waren ook broeders. Maar dan zegt hij niet gelijk Kain, die uit de boze was. En zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. En verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. En dat is precies het verschil waar het om gaat. Religie brengt ook zijn offers aan God. Hè? Maar dat zijn de offers die zij zelf, die zij brengen. Denken te doen. Kain, die bracht zijn eigen werken. Abel deed wat God wilde. Die zei, ja, bloed, ja, dat ziet er misschien minder fraai uit. Bloed, dan moet je zo'n lam slachten en dat ligt daar dan. Dan is mooi, vruchten van het veld. Dat zie je met hindoeïsme ook, hè? Allemaal dat soort dingen. Dat is iedereen heel veel. En die vond dat was het. Maar dat werd niet geaccepteerd door God. En daar draait het om. Eigen offers of de offers die God voorstelt. In de grote verdrukking is het, Christus is het volmaakte offer. En de antichrist zegt, nee, de offers, die gaan wij hier brengen met de wet. Maar die zijn in Christus volmaakt. Dus dat is een valse godsdienst. Dus dat is dus wat uit Kain is. En hij zegt niet alles uit Kain. Dus je ziet hier, je hebt dus degene die uit Kain zijn. Dat zijn de valse joden. Met hun eigen religie, die volgen de antichrist. En je hebt de ware joden. Ja. En dan zie je, van Abel, zijn werken van zijn broeder, die waren rechtvaardig. Dus in het Joodse volk. Je hebt de joden die brengen de werken die rechtvaardig zijn, want ze zijn uit God. En je hebt de joden die brengen de werken, maar die zijn uit de boze. Maar Kain was, staat heel duidelijk, uit den boze. En de boze, we weten wie dat is. Nou, en dan zie je ook in hoofdstuk 4 vanzelf. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn we ook schuldig elkander lief te hebben. Nee, ik moet even kijken. Ik zit verkeerd. Ik moet hebben 3 vers 12. Sorry. Nou, daar zit ik nu, ja. En dan vers 13. En dan vers 17. Kijk dan. Zo, wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Dat is precies wat Jacobus zegt, ja.
Ze zijn afhankelijk van elkaar, de broeders, ja? En niet zoals Kain en Abel. Kain was uit de boze. Ja? En dat zijn de Joden die de Antichrist volgen. Zij hebben dus niks aan die Joden. Dat zijn juist degenen die hun tegenstanders zijn. En zij moeten het van elkaar hebben. Nou, even kijken, we gaan terug. Er zijn al meer teksten uit Johannes daarbij te halen, maar dat ga ik niet doen. Je ziet hier dus, dus de antichrist met zijn godsdienst. En daar moeten zij zich onbesmet van bewaren. En God heeft reeds in het Oude Testament, want Paulus spreekt ook over een krom en draaiend geslacht waarin wij nu leven. Maar God in Deuteronomium 32 voorspelde reeds al dat Israël was een krom en verdraaid geslacht, reeds. En er was toen al sprake van, ja, dat Israël in afvalligheid zou komen. En we zitten hier nu eenmaal in de grote verdrukking. En dan zie je dat dat gewoon zijn, ja, zijn hoogtepunt bereikt heeft in de afvalligheid van God. Van Israël en van de wereld. En dat, ja, je zou kunnen zeggen, dat heeft zijn hoogtepunt uiteindelijk in de personificatie van de antichrist, van de zonde in de antichrist, die dan zal regeren. En die onzuivere en bevlekte godsdienst. Hè? Nou, denk even aan Openbaring. Wat zie je dan? Dan zie je toch die vrouw, die hoer. Ja? Dat is de godsdienst. En misschien kunnen we even kijken in Openbaring 17. Dat de wereld, je ziet ook de hele wereld dat naloopt, ja. We hebben het vaker gelezen, deze tekst, maar je ziet in vers 17, hoofdstuk 17, vers 1, dan zegt hij halverwege, die engel zegt, ik zal u tonen het oordeel. En dan noemt hij de grote hoer. Die godsdienst is een hoer vanwege de overspelerij natuurlijk. Ze gaan met iedereen de wet, een hoer. Ja. En er zit daar ook vele wateren. We weten, dat zijn de heidenvolken. Dat zie je in vers 15 staan. De wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn vele volken en scharen en naties en tongen. Nou, hier zie je dus duidelijk, dat is een beeldspraak. Want een hoer kan niet op alle volken, scharen en naties en tongen zitten. Eén. Ja? Dat is duidelijk. En dan zie je in vers 2 met welke de koningen der aarde gehoreerd hebben. En dus de koningen der aarde dus ook hoereren. Hem navolgen. Die godsdienst. En zijn dronken geworden van de wijnharer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Wat vol was van namen de schotlastering. En had 7 hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken. En versierd met goud en kostelijk gesteente en palen enzovoort. En had een beker enzovoort enzovoort. Wat je hier ziet, bekleed met purper en scharlaken. Ja? Je ziet hier een koninklijk, priesterlijk iemand. Ja? Dat is wat hier staat. En kostelijk gesteente. Dat zijn beschrijvingen die je ook in het Oude Testament ziet van de Heer Jezus. He? Dat hij zit daar als een koning en als een priester. De Heer Jezus is de hoge priester. Hij is ook de koning van Israël. De antichrist imiteert dat. Ja? Hij zal daar ook zitten als de hoge priester en als de koning. Imitatie van Christus. En zo wordt Israël verleid. Nou, en dat is dus waar het uiteindelijk om gaat. Kijk, in 19 vers 2. Een paar teksten en dan stoppen we. Maar het gaat uiteindelijk, wat ik hiermee wil zeggen, die godsdienst in de wereld die dan is, het gaat uiteindelijk om dat er een persoon aanbeden gaat worden. In plaats van God. En dat is uiteindelijk waar de wraak van God over komt. Want die eer komt alleen aan hem toe. En dat is natuurlijk de eeuwenoude strijd. Satan, ik wil als God zijn. Hij wil aanbeden worden. En hij heeft vele volgelingen. En in 19 vers 2, daar zie je, zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig van God. Terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft. We weten dan wie dat is. De hoer, ja? Dat is die godsdienst. Ja, de wereldgodsdienst onder leiding van de antichrist. Die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hij het bloed zijner dienaren met de hand, haar hand gewroken heeft. Dus God, Christus, komt dat
komt naar beneden en die neemt wraak vanwege de aanbidding die alleen Christus toekomt. Ja. Als we terug naar Romein 1 vers 25 gaan, wat zegt hij daar? Wij lezen dat zo vaak, niemand is te verontschuldigen vanwege de schepping dat God bestaat. Dat hij is de schepper. En dat hij de zonde is, dat hij wordt niet erkend als zijnde de schepper van de hemel en de aarde en van ons mensen. En hij zegt in het Oude Testament, in Jesaja, die gaan we niet opzoeken, maar hij zegt daar, ik zal mijn eer aan geen ander geven. De eer komt alleen mij toe. Waarom? Het is niet zo moeilijk, omdat hij is de schepper. Ja? Dus verdient hij ook de eer te krijgen. En als je kijkt, dan zie je ook weer de godsdienst. Paulus kijkt helemaal terug naar Babel, maar uiteindelijk, kijk, in vers 25... je ziet hier in vers 24 dat elkander onteren. In vers 23 zie je dat ze het beeld, dat de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd hebben in de gelijkenis van een beeld. Zie je, van een verderfelijk mens, gevogelte, viervoetige en kruipende gedierte. Dat is precies de evolutie wat je in dat vers ziet staan. Zie je dat? Als je het omdraait, kruipende gedierte. Ja? Kruipend, viervoetig, gevogelte en dan krijg je een mens. Ja. Maar wat je in vers 25 ziet, de context is dus het aan, kijk, ze hebben hem niet de heerlijkheid gegeven, de eer. Dat is God eer geven. En dan vers 25, als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, dat heeft de mens gedaan, in de leugen. En het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijs is in de eeuwigheid. Dat is in het begin zo geweest. En je ziet de climax in de grote verdrukking. Dat de leugen zit daar en hij zal geëerd en gediend worden als zijnde God. En wat is dat? Nou, wanneer dat bereikt zijn hoogtepunten mensen. Kijk, soms, dan bij Johannes ook, hè, dan viel Johannes neer en dan zei die engel, nee, sta op. Hè, of in het Oude Testament, en of dan Petrus ook, hij zegt, nee, niet voor mij, ik ben ook maar een mens. Maar aanbidden heeft te maken met God aanbidden. Dus als je kijkt, nog even twee teksten, heel gauw. En dan stop ik, Openbaring 13 vers 8. En dan gaan we de volgende keer met Jacobus 2 over de rijke mens verder. Maar over die godsdienst, want daar draait het om. Openbaring 13 vers 2. Ik wil een andere hebben, 13 vers 8. Het gaat om het woordje. En die allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden. Zie je het? Het gaat om dat hij aanbeden wordt. En in vers 15 ziet het ook staan. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden. Gedood zouden worden. Zie je? Dat je het beeld van het beest en het beest zelf en het beeld van het beest, dat moeten ze wat aanbidden. Daar gaat het om. En daar gaat het om. En Christus gaat daar een eind aan maken. Ja? Die gaat een eind, en dat is de laatste tekst, Openbaring 19 vers 10. En je ziet een stem die kwam, dat zie je in vers 5, een stem uit de hemel. En dan zie je in vers 10, ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. Dat is een kleine h. En hij zeide tot mij, zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht, zie, dat is een engel. En uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Mensen, schepsels, verdienen geen aanbieding. Alleen God en Jezus Christus, zijn Zoon. En daar draait het uiteindelijk om. Dus Jacobus zegt ook, de zuivere godsdienst is deze, wezen en weden en onbesmet blijven in deze wereld. Onbesmet te blijven van wat daar allemaal zich afspeelt met de antichrist en ook de religie. Want het is erop gericht dat hij aanbeden zal worden en dat hij God is. En dat is het hele doel. Maar God gebruikt hem juist als instrument
om zijn volk te zuiveren. En een gezuiverd volk in het koninkrijk te krijgen. Wat hem dan echt zal gaan dienen en aanbidden. En waar geen zonde meer is. En dat is waar Jacobus over gaat. En in hoofdstuk 2 gaat zo meteen verder over de rijken. En dat ze dan met aanzien des persoons gaan handelen. Nou, dat is ook, dat is ook een actueel iets, ja. Dus, maar dat gaan we de volgende keer zien. Vader, ik wil u danken voor deze dag. We danken voor uw genade. We leven in de bedeende genade. Vader, er komt een grote bezoeking over deze wereld. En we lezen daarover. En we weten, Vader, het is interessant en goed ook om te zien. En ook dat ook overeenkomsten zien, Vader. Ook met hoe wij erin leven. En toch, Vader, is het een andere tijd. Toch is het ook met een heel ander programma hier op aarde. En waarin Satan zal rondgaan als een briesende leeuw, Vader, zoekende wie hij kan verslinden. Maar wij weten, Vader, dat wij leven in de bedeende genade. En het evangelie nu is dat mensen door het bloed van de Heer Jezus gered moeten worden. En dat ze dan in het lichaam van Christus zullen zitten en dan eenmaal op zullen genomen worden. Waardoor u dit plan ook op aarde tot uitvoer kan brengen. En dan zal iedereen en alles op deze wereld in u zijn. Vader, wat een geweldige toekomst. En wat fijn dat wij hier reeds al dingen over kunnen weten door uw woorden bestuderen. Vader, ik dank u wel voor al deze dingen. In Christus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Oké. Ik zou zeggen, allemaal bedankt die er waren. Fijn dat jullie er waren, die keken, die luisterden. Allemaal de groeten hier vanuit Sassenheim. En jullie kijken een beetje bedenkelijk. Zeg ik wat verkeerd? Nee? Oké. Ja, ik moet eigenlijk tegen dat ding spreken. Ik vind het altijd moeilijk om zo rechtstreeks in dat ding te kijken. Terwijl jullie ook naar me zitten te kijken. Maar allemaal de groeten vanuit Sassenheim. En ik hoop en bid dat deze studie jullie weer heeft opgebouwd. Dat Gods woord ons weer gesterkt heeft. En dat we weer, ja, zoals de Bijbel ook altijd leest, laat zien dat, dat wij verheugd zijn. Omdat wij het woord weer hebben geleerd. Allemaal weer tot de volgende keer. Groetjes.